Natuurlijk gaat het niet zo goed. Mensen praten nu zo over Ajax en dat kan, dat mogen ze ook. Maar ik heb alle vertrouwen erin dat misschien duurt het een jaartje, misschien duurt het 2 jaar. Maar Ajax gaat weer gewoon over 2 jaar, 1 jaar sowieso weer titelkandidaat worden. En ze hebben problemen op de flanken. Heb je niet het gevoel van, oh, als ik gebleven was, dan had ik misschien wel kansen gekregen? Ja, kijk, dat hoor ik vaker. Ja, ik ben nu hier en als ik daar zou spelen, weet ik ook niet of ik zou spelen. Ja, het is wel natuurlijk jammer dat het wel zo is gegaan. Hun hebben veel aankopen gedaan en ja, ik kan daar niks aan doen. Dus ja, prima zo.